dames en heren, lieve mensen, vrijheid geef je door is het thema van deze 4 mei herdenking. Leven in vrijheid betekent dat je jezelf kan en mag zijn in deze wereld. Op 6 juni 1944 landden de geallieerden op de kust van Normandie. Ook op dit moment, 72 jaar later, wordt nog steeds oorlog gevoerd. Inmiddels heeft de computer zijn intrede gedaan in de oorlogsvoering en kunnen de zogenoemde strategische doelwitten met één druk op de knop worden uitgeschakeld. Je hoeft de ander niet meer in de ogen te kijken. Kijk om je heen. Wat zie je als je om je heen kijkt? Allemaal verschillen die ons uniek maken. In deze tijd waarin mensen elkaar steeds vaker wantrouwen, zijn we diversiteit gaan zien als een bedreiging. Diversiteit is daarentegen een verrijking. In de natuur is het zo dat een park met meer biodiversiteit beter bestand is tegen allerhande ziektes en plagen. Laten we op dit moment stilstaan bij het kleurenpalet waaruit de mensheid is opgebouwd. Net zoals wij stilstaan bij de pracht van de verschillende bloemen die nu de straten kleuren. Samen en toch verschillend. Dames en heren, ik vraag u allen om samen met mij een wens uit te spreken. Ik bewandel het pad van de vrede. Dank u. En Ahmed is niet alleen, maar hij is met Jasmine. Wil je iets zeggen, Jasmine? Jasmine, ik ga een keer een boodschap geven over vrijheid. Vrijheid is lief voor elkaar zijn. Als ik jou help en jij helpt mij, dan wordt de wereld een mooiere plek. Deze vrijheid is erg belangrijk in onze wereld. We kunnen deze vrijheid met elkaar delen. Vrijheid begint bij mij. Ik geef het door aan jou. Nu kun jij het aan iemand anders doorgeven. Tot we het aan iedereen hebben doorgegeven. Op deze manier maken we onze wereld vrij. Assalamu alaikum. Assalam. Assalam is een van asma Allah al-husna. Faltakunu ma assalam. Qala ta'ala. Wadkhulu. Ya ayyuhal ladhina amanu. ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم فليعم السلام على الأرض وليرحم الله الشهداء آمين السلام عليكم